Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Vandaag gaan we het hebben over zelfbruiners, de technieken, welke zelfbruiners waar goed voor zijn, hoe je het moet gebruiken. Eigenlijk ga ik je gewoon alles vertellen en ik ga je ook laten zien hoe ik het zelf gebruik. Dus als jij hier ook meer over wil weten, blijf dan zeker kijken. Ik heb in het verleden al wel een video hierover gemaakt. Volgens mij is dat alweer 2 jaar geleden. Ik zal hem even in beeld linken. Ik weet niet meer precies wat ik daar allemaal in vertel. Maar inmiddels ben ik natuurlijk al een stuk verder. Heb ik veel meer ervaring met zelfbruiners, hoe raar dat ook klinkt. Ja, een zelfbruiner is eigenlijk gewoon een product waar het is vergelijkbaar met een body lotion, alleen zit er DHA in. En DHA dat is zeg maar het stofje wat reageert met je bovenste huidlaag, dus eigenlijk met je dode huidcellen ook. En dat kleurt dan bruin. En DHA is eigenlijk niks anders dan een soort suiker. Dus het is helemaal geen gevaarlijk product. Vroeger werd er nog wel eens gedacht van nou is het wel zo veilig allemaal. Maar dat is het zeker. Ik ben nu bijna 39 weken zwanger en ik gebruik het ook nog steeds regelmatig. Al is het nu wat moeilijker om aan te brengen. Maar ook in de zwangerschap is het gewoon veilig om te gebruiken. Omdat dit dus niet in je bloedbaan terecht komt of het trekt niet in je huid. Het blijft gewoon op je bovenste huidlaag zitten. Er zijn verschillende soorten zelfbruiners. Je hebt dus bijvoorbeeld de variant die ik hier zo heb staan. De mousse varianten. En die hebben een kleurlaagje. Dus wat je dan ziet als je hem aanbrengt is dat je gelijk een bruine kleur krijgt. Dit is niet altijd dezelfde kleur die je dadelijk overhoudt. Want het is altijd de bedoeling met dit soort zelfbruiners dat ze een paar uur intrekken. Je hebt de mousse varianten die ik altijd gebruik. En die laten gelijk een kleurlaagje achter. En die moeten een uur of 6 vaak intrekken. En dan spoel je het af. En dan heb je gewoon 4-5 dagen of zoiets. Heb je gewoon een prachtige bruine gloed die nergens op afgeeft. Maar je hebt bijvoorbeeld ook gradual self-tans. Dus dat zijn van die, ja, van die soort van flesjes met body lotion. En die breng je dan gewoon aan. En die zijn kleurloos. En die worden dan gewoon langzaamaan bouw je het zeg maar op. Dus langzaamaan wordt dat vanzelf na een paar dagen een beetje een kleurtje. Maar als je echt een beetje gelijk flink effect wilt, dan zijn dit soort mousse zelfbruiners eigenlijk gewoon het beste en het makkelijkst. Wat ook een voordeel is aan deze soort zelfbruiners, ik ga ze straks nog beter laten zien in beeld hoor. Maar wat ook een voordeel is aan die mousse zelfbruiners met een kleurtje is dat je gewoon ziet wat je doet. Dus ja, doordat je gewoon die kleur gelijk erop ziet, zie je gelijk van oh heb ik een plekje gehad, heb ik een plekje niet gehad, heb ik het goed uitgesmeerd. En ja, dat heb je met die andere zelfbruiners niet, die body lotions die geen kleur hebben zeg maar. Dan, ja, stel je voor je veegt het niet goed uit, dan kom je er pas de volgende dag achter dat je in één keer zo'n soort van vlekje hebt of zo, weet je wel. Dus ik vind het niet echt ideaal. Ze zijn wel weer ideaal om je kleur bij te houden. Dus als je eenmaal zo'n mousse hebt gebruikt, ja, dan gewoon om de dag of zo kun je bijvoorbeeld die body lotion dan gebruiken, die gradual self-tanner. En die zorgt er dan voor dat je kleur zeg maar een beetje onderhouden wordt. De zelfbruiners die ik gebruik zijn van Bondi Sands. Dit is absoluut niet gesponsord. Ik heb echt heel veel merken al uitgeprobeerd. De allerbeste is wel die van Loving Tan denk ik die ik tot nu toe heb geprobeerd. Maar die is gewoon vreselijk duur. Dan betaal je voor een flesje die kleiner is dan dit 40 euro dacht ik. Nou dat heb ik 1 keer gedaan en toen dacht ik waar ben ik in hemelsnaam mee bezig. Ik ben echt niet goed bij mijn hoofd als ik dat blijf kopen. Dus ja als je heel veel geld hebt of je hebt gewoon zoiets van maakt me niet uit. Ik wil er gewoon alles aan uitgeven. Zou ik die van Loving Tan aanraden. Die kan je ook bij Boozy Shop halen, dacht ik. Maar ik koop altijd deze van Bondi Sands. Dit is de Ultra Dark en dit is een mousse. En dit is ook een mousse, maar deze is ja, weer anders. Ik weet niet waarom. Dit is een soort van normale kleur, deze. Dus deze Ultra Dark is ook echt, echt, echt ultra, ultra dark. Ja, alleen is daarmee het gevaar dat die zeg maar soms niet echt mooi eraf slijt. Dus in de loop der dagen dan gaat het vooral op plekken waar je veel wrijving hebt. Dus hier zo dit soort plekjes bij je oksel en zo weet je wel gaat het zeg maar echt ja heel lelijk eraf. Dat krijg je al gauw met die Ultra Dark. Maar als je het echt goed bijhoudt, dus je doet goed scrubben en zo, je doet goed body lotion smeren elke dag, dan kan het op zich nog wel mooi vervagen. Maar als je bent zoals ik, dat je dit erop gooit en daarna heb je eigenlijk geen zin meer om het te onderhouden tot volgende week, kan het nog wel eens een beetje minder mooi eraf slijten. Maar goed, het is wel echt een aanrader. Want de kleur is echt de donkerste die ik tot nu toe heb kunnen vinden. Welke ik nu gebruik is deze. Dit is de 1-Hour Express van Bondi Sands. Er staat hierbij dat je deze 30 minuten kan laten zitten voor een light medium kleur. Een uur voor dark en 2 tot 3 uur voor de allerdonkerste kleur. Nou, ik zou je zeggen, na 30 minuten zie je echt niks hoor. Na een uurtje
ja, weet je niet, ik heb het er wel eens afgespoeld na een uur. Maar dan had ik nou niet echt zoiets van, oh, dit heeft heel veel gedaan. Maar als je het inderdaad langer dan 3 uur laat zitten, zie je zeker wel verschil. Dus ja, ik weet niet waarom ik deze weer heb gekocht. Gewoon puur omdat ik geen zin meer heb om ermee te slapen. Want ja, meeste zelfbruiners, dus bijvoorbeeld die Ultra Dark, die moet 6 uurtjes intrekken. Minimaal. En deze gaat dan dus ietsje sneller, maar die is dus ook ietsje lichter. Maar wel een stuk natuurlijker. En daardoor... ja, is hier gewoon makkelijker mee te werken, zeg maar. Nu hebben ze ook een andere formule van Bondi Sands, de Arrow. En die heb ik net opgemaakt. Die zit nu in mijn empties doosje om er een video over te maken. Maar die is echt fantastisch. Dat vind ik de beste tot nu toe van Bondi Sands qua kwaliteit, zeg maar. De Arrow hebben ze nu ook in Ultra Dark en in Light, geloof ik. Dus daar hebben ze nu ook meerdere varianten van. Ik zal wel even linkjes ervan achterlaten, ook in de beschrijving. Oké, wat je doet als je het gaat aanbrengen. Je hebt dus een zelfbruiner nodig. Wat je ook nodig hebt is een body scrub. En je hebt een handschoen nodig. Nou, om even te beginnen bij het begin. Je gaat als eerste natuurlijk douchen en je gaat je scrubben. Het is heel erg belangrijk dat je een scrub koopt waar geen olie in zit. Olie en zelfbruiner gaan niet samen. Echt, dat zorgt ervoor dat het niet pakt en dat het eraf gaat. En dat wil je gewoon niet. Dus vaak heb je van die potten met die suikerscrub of zo, weet je wel. En daar zit heel vaak olie in. Die moet je niet hebben voordat je zelfbruiner gebruikt. Dus ik gebruik deze Coffee Boost van Kruidvat. Ik weet niet of ze hem hebben bij Kruidvat. Klinkt heel erg dom wat ik zeg, maar ik koop deze altijd bij de prijsmapper. Dus ik heb deze nog nooit in Kruidvat zelf gezien. Maar ja, er zijn genoeg... er zijn genoeg scrubs natuurlijk zonder olie, dus let er echt even op. Als je gaat douchen, je gaat je helemaal goed scrubben. Je kan ook zo'n exfoliërend handschoentje ervoor gebruiken met gewone douchegel. En dan wederom niet eentje waar olie in zit. Maar als je dus geen scrub hebt, kan je dus ook zo'n handschoentje gebruiken. Dan ga ik je een tip geven die ik eigenlijk nog nooit heb gehoord. Omdat heel veel YouTubers altijd het tegenovergestelde beweren. Maar ik vind dat je je niet moet scheren van tevoren. En dan heb ik het vooral over je benen. Ja, sommige mensen scheren ook hun armen, ik niet, dus daar kan ik niet over meepraten. Maar wat het probleem is, als jij je gaat scheren en daarna gelijk zelfbruiner aanbrengt, is dat je vaak van die soort van puntjes gaat krijgen op je huid. Misschien als je al wel zelfbruiner hebt gebruikt, dat je het wel eens hebt gezien op je benen, dat je denkt, waarom krijg ik nou van die domme puntjes? Nou, waarschijnlijk heb je je dus net geschoren ervoor. Dus je kan best gewoon niet scheren. Of bijvoorbeeld echt een dag of twee of een dag ervoor. Voordat je weet van ik ga zelfbruiner gebruiken. Of een dag erna of 2 dagen erna bijvoorbeeld. Maar gewoon niet vlak voordat je zelfbruiner aanbrengt. Oké, dus je hebt gescrubt. Vervolgens is het kwestie van afdrogen en vooral geen moisturizer aanbrengen. Dus geen body lotions aanbrengen. Wat je wel zou kunnen doen als je weet van jezelf dat je een hele droge huid hebt op je lichaam. Er zijn bepaalde plekken die gewoon, ja, waar zelfbruiner wat meer pakt, zeg maar. En dat zijn bijvoorbeeld deze plekken. Die knokkels hier zo. Die overgang van je hand naar je pols. Je knieën. Alles bij je voet eigenlijk. Dus je enkels en zo. Tussen je tenen, tussen je vingers. Dat zijn plekjes waar zelfbruiner nog wel eens extra wil pakken. En dus een beetje donkerder wordt en vlekkerig kan worden. Ellebogen, ook een belangrijke. Dus wat je zou kunnen doen als je van jezelf weet dat je een droge huid hebt, of je ziet dat je zelfbruiner vlekkerig aanbrengt, is toch om een klein beetje body lotion erop aan te brengen op die plek. En ook op je handen kan je het eventueel aanbrengen. Ik doe dat vooral als ik echt die Ultra Dark gebruik, doe ik sowieso body lotion op mijn vingers en op mijn handen. Dan heb je natuurlijk nodig een handschoentje, wat ik al zei. Je hebt verschillende soorten. Dit is misschien wel de bekendste. Ja, het ziet er echt goor uit, maar ik was hem elke keer in de wasmachine. En het blijft natuurlijk vlekken, dus vandaar dat hij zo uitziet. Dit is gewoon een heel simpel handschoentje die je eigenlijk bij elke drogist wel kan kopen. Deze is van Fake Bake. Ik heb geen idee hoe ik eraan kom, maar goed. Ik ben hier geen fan van, omdat ja, je ziet het. Je komt er gewoon heel snel met je nagels al doorheen. En het is maar aan 1 kant. Dus het is eigenlijk niet zo'n hele handige. Het werkt, daar niet van. Maar het is niet ideaal. Maar de allerbeste die ik heb is deze. En die is gewoon van de Primark. Ja, op het moment is de Primark natuurlijk nog dicht vanwege de coronacrisis. Maar je kan deze dingen ook online bestellen en zo. Hier zit zeg maar een soort van waterdicht laagje aan de binnenkant. Dus het is heel anders dan zo'n schuim dingetje als dit. En hij is aan 2 kanten is hij hetzelfde. Dus hij is aan 2 kanten zacht. Dus je kan hem deze kant gebruiken zo. En dan pak je gelijk je andere hand. En dan kan je hem zo weer gebruiken. Dus ik weet niet, dit is gewoon echt ideaal. Hij heeft een duim, het zit gewoon beter. Zo'n ander handschoentje die valt gewoon sneller van je hand af. Ja, dus als je zo eentje kan vinden als dit, raad ik je dit echt absoluut aan.
Dan gaan we de zelfbruiner aanbrengen. Ik gebruik de One Hour Express van Bondi Sands, zoals ik al vertelde net. Eigenlijk is het erg simpel. Je spuit gewoon een hoeveelheid op je handschoen. En je brengt het aan op een lichaamsdeel. Ik begin altijd bij mijn onderarmen. En het is ook heel erg belangrijk dat je dan je elleboog goed buigt en niet zo gestrekt houdt zoals je hier ziet. Anders gaat het in die rimpeltjes zitten en verspreidt het niet goed. Wat er overblijft op die handschoen, dat veeg je dan voorzichtig naar boven toe richting je hand. Vergeet ook niet om tussen je vingers te werken, want daar blijft het anders wit en dat zie je echt. En maak ook even zo'n klauwtje van je vinger, zodat je zeker weet dat de zelfbruiner echt overal komt. En niet dat je van die rare streepjes overhoudt dadelijk. Dus op deze manier kun je je handen veilig zelfbruinen. Dus niet nog extra mousse erop doen, maar gewoon lekker uitspreiden. En het is ook handig om per lichaamsdeel te werken, dus niet gelijk je volledige arm in te smeren. Voordat het product dadelijk al opdroogt, voordat je het kan uitspreiden. Dus gewoon lekker per lichaamsdeel werken, dat is het meest veilig. En zo ga je gewoon vervolgens door met elk lichaamsdeel en werk je gewoon naar boven toe. En ook vooral bij je oksel is het heel erg belangrijk om goed uit te smeren. Nou, je bovenrug is een plekje waar je zelf nog wel enigszins bij kan. Als je een beetje flexibel bent. En de rest van je rug die kan je eigenlijk het beste door je partner of zo laten doen. Of door een vriendin of je ouders. Maakt allemaal niet uit als je er zelf niet bij komt. Je onderrug kan je vaak ook goed bij. Maar net het gedeelte waar je BH-bandje zit is vaak een beetje lastig. Je hebt hier trouwens ook van die rugaanbrengdingen voor. Hoe noem je dat? Van die handschoenen die zeg maar bij je rug kunnen. Die heb ik ook online voor je gevonden. En daarvan heb ik een linkje in de beschrijving gezet. Dus mocht je nou niemand hebben die jouw rug kan doen, dan is dat nog een optie. En als je je nek doet, vergeet natuurlijk ook niet achter je oren te werken. En die kleur die wordt trouwens nog een stuk donkerder dan wat je nu ziet. Dus zeg een uur of zes of zo nadat ik dit had aangebracht, was het echt heel erg bruin. Dan kun je zelfbruiner ook gewoon aanbrengen op je gezicht. Ik gebruik echt een minimale hoeveelheid en ik verspreid het zeg maar alvast een beetje over de handschoen. En dan breng ik het zo snel mogelijk aan, verspreid over mijn hele gezicht, zodat het ook geen kans krijgt om al op te drogen. Ik word nu een beetje donker, maar dat is gewoon omdat ik heel erg rood word als ik aan mijn gezicht zit. Maar verder trekt het straks wel weer bij. Dus vergeet ook niet weer een beetje naar beneden toe te werken. Vergeet ook niet om je wenkbrauwen heen te werken, niet op je wenkbrauwen. En ook bij de haarlijn nog eventjes goed uitvegen. Je kan als je wil ook een kwast gebruiken, gewoon zo'n foundation kwast. Maar ik vind dat het dan veel donkerder aanbrengt en het kan een beetje vlekkerig worden. Maar het is ook eventueel een optie. Als je klaar bent met het aanbrengen van je zelfbruiner, dan is het belangrijk dat je het heel eventjes laat intrekken. Bij de zelfbruiners die ik gebruik is het meestal na 5 à 10 minuutjes al wel aardig ingetrokken en kan je gewoon je kleren aandoen. De vraag die ik heel vaak krijg hierover is, geeft het af? Nou, het geeft af in het stadium dat het aan het intrekken is. Dus die paar uurtjes dat jij het laat intrekken, dan geeft het zeg maar af. Als je het eenmaal hebt afgespoeld daarna onder de douche en je hebt je kleurtje die gewoon echt al in je bovenste huidlaag zit getrokken, zeg maar, geeft het niet meer af. Dus ook niet als je gaat zwemmen of zo. Chloor zorgt er wel voor dat het sneller wordt afgebroken trouwens, maar het geeft niet af. Dus vlak nadat je het hebt aangebracht, je laat het eventjes 10 minuutjes drogen, raad ik je aan om donkere kleren aan te doen. Ik hoor vaak het advies van ja, trek een badjas aan, beide dingen. Hoeft helemaal niet. Ik trek gewoon mijn normale kleren aan, wat gewoon strak zit. Kan gewoon, maakt helemaal niet uit als het maar donker is. Wat ik eerst altijd deed is ermee slapen. Dat is gewoon echt het beste. Hoe langer je laat zitten, hoe mooier het wordt. Maar ja, dat geeft gewoon af in je bed. Dus tenzij je donkerbedden goed hebt, ja, dan moet je het natuurlijk alsnog wassen. Maar dan zie je het zeg maar minder. Dus als je witbedden goed hebt, raad ik het je niet aan om dit 's nachts te laten intrekken. Tenzij je echt zegt van ik slaap helemaal in een pyjama of zo. Ik slaap niet in een pyjama dus. Dus gebruik dit gewoon lekker overdag als je weet dat je een paar uurtjes thuis bent of zo. En je kan gewoon lekker je zwarte leggingen aandoen en een zwarte trui met lange mouwen. Want ja, ik heb zeg maar witte bureaus, ik heb witte tafels, alles is wit. Dus als je zo gaat zitten leunen op je tafel, op zich geeft het niet echt direct af. Maar als je bijvoorbeeld gaat zitten wrijven of je zweet een beetje of ja, het kan gewoon gaan afgeven zeg maar.
Als die uurtjes eindelijk voorbij zijn, wat op de verpakking staat, dan ga je gewoon douchen. En het is belangrijk dat je doucht zonder douchegel, zonder zeep, gewoon eigenlijk gewoon niks. Je spoelt het alleen maar af met water. Wel heel goed wrijven en heel goed afspoelen, want ja, je wil niet dat er nog restanten op blijven zitten, want dan gaat het natuurlijk wel afgeven. Dus je spoelt het gewoon lekker af met warm water en dan droog je jezelf voorzichtig af. Ook niet wrijven en raggen, want daardoor ga je zeg maar weer jezelf exfoliëren eigenlijk. En gaan die dode huidcellen eraf. En daar zit nou net die kleur in. Dus dat wil je natuurlijk niet. Je schrikt je trouwens waarschijnlijk ongeluk als je dit afspoelt. Want het hele water wordt natuurlijk bruin. Ik vind dat altijd grappig om te zien. Maar sommige mensen kunnen denken van, eeuw, wat is dit? Nou ja, dat is dus zeg maar die begeleidende kleur die erin zit. Zodat jij ziet wat je doet als je het aanbrengt. Die spoel je er dan af. En het daadwerkelijke kleurtje zit eronder. En dan raad ik je ook aan om diezelfde dag geen body lotion of zo te gebruiken. Het is gewoon klaar nu. Je bent nu gewoon bruin. Laat het zo. Geniet ervan. Pas de volgende dag zou ik echt weer body lotion of zo gaan smeren. En dan moet ik zeggen dat ik gewoon echt te lui ben daarvoor. Ik doe het nooit. Maar als ik het wel doe, dan zie je wel echt dat het net wat langer blijft zitten. Dus ook afhankelijk van het merk, hoe lang blijft het zitten? Meestal een dag of 3 à 4. Het slijt er gewoon een beetje van af. Als je een hele donkere kleur hebt, slijt het er soms wat lelijker vanaf. Krijg je een beetje vlekken. Maar in de meeste gevallen trekt het gewoon langzaam weg en word je gewoon langzaam weer een beetje wit. Dan heb je ook nog zoiets als een eraser. Daar heb ik een hele aparte video over gemaakt. Die ga ik hierboven in beeld linken. En ik zal hem ook in de beschrijving zetten onder de video. Dat is zeg maar een eraser. Dus een verwijderaar voor zelfbruiner. En dat is ook van Bondi Sands. Dat werkt heel erg goed. Ga je zien in die video. Leg ik het online uit. Als je dus van je vlekken af wil. Of je wil gewoon in één keer van je zelfbruiner af. Kan je dat dus ook nog een keer gebruiken. Ik weet nog bijvoorbeeld dat die van het Kruidvat huismerk, die was echt afschuwelijk. Ik heb ook een keer eentje van de Lidl getest. Ik zal wel even linkje nu in beeld laten zien. Ik heb ook eentje een keertje getest van Primark zelf. Nou, die heb ik best wel lang gebruikt. Die van PS nog wat dus, zo heet dat merk. Ik weet niet of ze die nog steeds hebben, dat is al een paar jaar geleden. En die was ook op zich wel redelijk oké. Loving Tan heb ik gebruikt. St. Moritz, dat zijn die witte flessen die je bij Kruidvat kan kopen. Die zijn ook op zich best wel goed qua kwaliteit. Alleen de kleur is niet zo donker als dat ik zou willen, zeg maar. Ja, Bondi Sands is dus gewoon best in mijn ogen. Maar die zijn ook wel ietsje duurder. Je betaalt wel wat meer dan 20 euro voor zo'n fles. Maar ja, je doet er echt wel lang mee hoor. Dus dat is gewoon weer even een kwestie van investering. En heb je het ervoor over of niet? Ik heb het er echt voor over, want ik ga liever niet naar de zonnebank. Ten eerste vind ik het duur en ten tweede, ja, weten we allemaal dat het niet zo goed voor je is. Het zorgt wel voor huidveroudering en dat je sneller rimpels krijgt en zo. En ja, daar heb ik allemaal geen zin in, dus ik gebruik lekker mijn zelfbruinertje. Ik hoop dat ik nu alles heb verteld wat ik wilde vertellen. Volgens mij wel. Als je nog een vraag hebt hierover, laat hem dan even achter in een reactie onder deze video. Dus ja, ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Dat jullie het een leuke video vonden. Ik zou het ook heel erg leuk vinden om je erbij te hebben als abonnee. Dat kan je natuurlijk gratis doen door op de abonneren knop te klikken onder deze video. Kijk maar of je het leuk lijkt. Het is allemaal vrijblijvend. En dan zie ik je hopelijk weer bij de volgende video. En dankjewel voor het kijken. Doei doei!